Durf te dromen, durf uitdagende doelen te stellen. Maakt niet uit wat dat is, of dat nou 5 kilometer hardlopen is, of de oceaan overzwemmen, of wat dan ook. Laat je niet afremmen door andere mensen. Doe iets wat je leuk vindt en ga daar met een volle 100% voor. Zeeland. De Zeeuwse mossel. Een weekend trainingskamp. Olympische Spelen. Het is heel makkelijk. Ik ben Milan Vade, ik ben 24 jaar oud en Nederlands kampioen mountainbiken. Daarvoor ben ik best wel veel op pad, maar Middelburg heeft nog steeds wel een speciaal plekje in mijn hart. Mijn hoogtepunt was eigenlijk afgelopen jaar in Nové Mesto in Tsjechië. Tijdens de wereldbeker ben ik tweede en derde geworden. Ik ben op mijn 7e begonnen met fietsen. Toen was het vooral voor het plezier. En later werd dat steeds een stukje serieuzer. En wilde ik uiteindelijk een gouden plak halen op de Spelen in Tokio. Kijk. Mijn fiets aan het poetsen hier zo. Of ja, fiets. Loopfiets eigenlijk. Daar heeft er denk ik altijd al in gezeten. Want ik heb al mijn fiets altijd zelf gepoetst. Ik heb eigenlijk nooit dat mijn vader dat voor me deed. Dat moest ik eigenlijk ook niet hebben. Ik had wel altijd al iets met fietsen, ja. Ik mocht ook al vroeger een beetje hier door de woonkamer rondjes rijden op mijn fiets. Dat was ik 2. Met zijwieltjes, ja. En zo'n mandje voorop. Leuk. Ik was 7 en toen heb ik meegedaan aan de clubtraining van Extreme, van Cor. Ja, en als je bijna al die wedstrijden kan winnen, dan is het natuurlijk superleuk. Dan wil je als kind volgens mij niks anders. Ik was altijd al bezig met de NK's, dat ik daar wilde winnen, zeg maar. Ik wilde altijd heel graag Nederlands kampioen worden. Dat is eigenlijk nooit echt gelukt bij de jeugd. Maar bij de nieuwelingen lukte het dan voor de eerste keer. Werd ik als eerste jaar als nieuweling Nederlands kampioen. En toen werd ik ook uitgenodigd door de bondscoach om eigenlijk dat ontwikkelings- of opleidingsprogramma te starten. En toen realiseerde ik wel echt van, nou, dit is wel een kans om onder mijn werk van te maken. Ja, evenementen zijn wel heel erg belangrijk. Mijn seizoen is eigenlijk opgebouwd vanuit het grote doel. Dus dit jaar dan de Olympische Spelen. En dan ga je kijken van, nou, wat voor wedstrijden of trainingen heb ik nodig om uiteindelijk op mijn best te zijn op dat grote moment. Winnen kan je niet vaak genoeg doen. En elke keer blijft het even fijn om te winnen. Waar winnen voor de een het grote doel is, is deelnemen dat voor de ander. Zo loopt Rini uit Nieuwvliet vooral voor zijn plezier. Hij sport graag samen met anderen en zijn naam is dan ook regelmatig op de deelnemerslijst te vinden van de vele sportevenementen die Zeeland kent. Dit is de laatste marathon of halve marathon van Cadzandbad die ik heb gelopen samen met mijn broer en met mijn neef en zo. Het was heel zwaar. Het was een hele stevige wind, zo windkrachtje 6, 7 terug. Dus ja, de heenweg, dan moest je natuurlijk over het strand voorzichtig doen. Want als je te hard ging, ja, dan hou je niks meer over om die finish weer te halen en om terug in Cadzand te komen. Maar ja, bovenop de dijk was het echt loodzwaar afzien. En het leuke is ook wel dat er dan zo'n groepjes ontstaan met mensen die op kop lopen, van die brede mannen, en die zeggen, nou, loop maar achter mij. Of ik mag op kop, want ik ben ook niet de lichtste natuurlijk. Maar je ziet dan mensen elkaar echt helpen op die terugweg en dat is heel fijn. Dit zijn de krenten in de pap van het leven. Gewoon met z'n allen samen zo'n prestatie gaan doen. Je brengt zo op deze manier, op een sportieve manier, een groep mensen bij elkaar die je normaal niet zo als groep tegenkomt. En al deze mensen hebben eenzelfde doel, genieten van de prestatie. En dan maakt het niet uit wie daar aan de start staan. Dat kunnen mensen zijn uit alle geledingen van de maatschappij. Sport verbroedert, wordt er dan gezegd. Nou, dat is 100% waar. Sport, hier in West-Vlaanderen zie ik dat en dat zal overal zo zijn. Dat brengt mensen op de been die gewoon samen één doel hebben. En dan gaan alle verschillen aan de kant. En ja, dat heeft de maatschappij zo hard nodig.
hardlopen is voor mij een manier om mijn lijf, mijn lichaam en eigenlijk ook mijn geest lekker fit te houden. En als je dat een week lang niet doet, dan begint het alweer te kriebelen. Ik wil heel graag de kustmarathon lopen. We zijn in Zeeland en als je hardloper bent, dan is dat natuurlijk toch de ultieme sportprestatie. Dat wil ik dus nog wel heel graag. Ja, als je een doel stelt, dat maakt het sowieso een stuk makkelijker om toch te doen wat je moet doen. En dan moet je een doel zoeken wat dicht bij jou staat en wat je echt heel graag wil. En uiteindelijk komt het allemaal neer op hoe graag wil je iets. Als je echt ergens voor gaat en je wil dat heel graag, dan worden de stappen die je daarvoor moet nemen worden best wel makkelijk. Ik heb zeker wel dagen dat ik geen zin heb om te trainen. Die zijn er zeker ook bij en dat zou ook gek zijn als ik dat niet zou hebben, denk ik. Maar dan is het maar net, hoe belangrijk is dat doel voor je? Kijk, voor mij zijn de Spelen, dat is echt mijn hoofddoel en daar wil ik niks anders dan goud. Dus ja, wat is daar dan voor nodig? Ja, dan moet je gaan trainen. Dan kan je het niet veroorloven om een dagje op de bank te gaan liggen, zeg maar. Dus dat voelt op dat moment even vervelend. Maar als ik dan denk aan dat grotere doel, dan motiveert het mij wel om dat toch te doen. En zeker achteraf, als je dan die training hebt gedaan, ja, dan voelt dat zo voldaan, zeg maar. Dan kan je daar weer een vinkje achter zetten en dat voelt supergoed. Andersom zou ik het ook hebben, als ik dan niet zou trainen, zou ik me echt, echt kloten voelen. Dat topsporters zijn, mezelf verbeteren, elke dag weer een stapje verder, daar haal ik gewoon heel veel voldoening uit. Ik vind het zelf gewoon heel leuk om te fietsen. Dus gewoon een blije Milan, zeg maar. Iemand die lekker in zijn vel zit, ja, dat gaat het beste als je mij een fiets geeft.